Welkom dames en heren in het Sinterklaas pakhuis. Zo dames en heren, leuk dat jullie allemaal gekomen zijn. Zoals jullie zien hebben we hier een televisie hangen. En dadelijk komt er een Zwarte Piet. Die geeft precies aan wat hier allemaal voor leuke dingen te doen zijn. En dat zijn er een heleboel. En dat is dus deze plek geworden. Hier zitten we in de stal van Americo. Kijk eens wat een mooie grote stal. Ja, die moet af en toe ook schoongemaakt worden natuurlijk. Hè. Moeten we allemaal bijhouden. We verzorgen het paard van Sinterklaas natuurlijk hartstikke goed. Zo, kijk eens, nou zijn we er. Het pakhuis van Sinterklaas. Moet je kijken. Oh, wat een cadeaus. Hè. Moet je kijken wat een cadeaus. Moet je kijken wat een groot cadeau zeg. Hey. Mooi hè. Nou, daar hebben we er heel veel van. Hè. Kijk, hier ook allemaal mooie cadeaus. En waar zijn we nou eigenlijk voor? Voor Sinterklaas. En die is er ook. Hier heb je hem. Dag, lieve kinderen. Sinterklaas is weer in spijkenissen. In zijn pakhuis. We gaan wel ons best doen. Maar als het niet lukt, moet je niet boos worden. Het komt vanzelf goed, hè. En hier, hier hebben we het bed van Sinterklaas. Shh. Niet tegen Sinterklaas zeggen, hè. Maar ik ben zo moe. Ik ga het even een tukje doen. Drie, zwakker worden. Piet, waar ben jij nou mee? Sorry, sorry, sorry. Mijn arme hoofd, waar ben jij nou mee bezig? En hier gaan we op zoek naar een nieuwe hulppiet. Hier maken we allemaal foto's. En dan lijkt het of dat je op een dak staat. En die de mooiste foto hebt, wordt de nieuwe hulppiet. Zo, kijk eens, een mooie muts. Wil je een mooie muts op? Ja. Wil je ook een muts op? Geel of paars? De paarse. Hey, we zijn vandaag hier in het grote Sinterklaaspakhuis. Wij zelf kwamen met het Antwerpen. Het initiatief wat ze hier doen, en ook voor de kinderen, is gewoon fantastisch. Het is een goed initiatief, de kinderen vinden het leuk, Piet is goed, Sinterklaas is goed en kijk om je heen, helemaal fantastisch. Dus alsjeblieft volgend jaar, kom erbij, helemaal gezellig. Hoe meer mensen, hoe meer vreugd. Dankjewel, tot de volgende keer. Hoi. Nou, ik vind het een heel leuk idee hier, vooral voor de kinderen. Er is nooit zoveel en dit is een heel erg leuk idee om de mensen eigenlijk ook hier naar de winkels te halen. Ik vind het heel erg gezellig, heel leuk voor de kinderen. En we wachten op de volgende promotie die ze weer doen in Spijkenissen.